In de Achterhoekse ondernemer van de maand steken wij heel graag ook eens een keer de oude ambachten een hartje onder de riem. We hebben dus ook al een snoepjeswinkel gehad en vandaag gaan wij nog iets meer de geschiedenis induiken. En ik laat jullie zien hoe van dit gemaakt wordt. En hiervan wederom dit gemaakt wordt in combinatie met zo'n buis wordt dit gemaakt. Ja, je ziet het goed, het is een lamp. En wie deze dingen allemaal maakt en hoe dat gemaakt wordt, daar gaan we nu achter komen. Ik ben Dennis Wissing, ik heb mijn koopslagerij in Zilvolde. Ik ben dit gaan doen omdat ik graag met mijn handen werk. Ik wil graag iets maken en dat is eigenlijk iets wat ik van kinds af aan al doe. Graag iets mijn eigen dingen maken, iets repareren. Ik kijk altijd met technische ogen naar dingen. Ik kijk hoe het gemaakt is, waarom het gemaakt is, waarvan het gemaakt is. Dus dat is eigenlijk een belangstelling voor techniek. En ik vraag me graag af hoe dingen gemaakt zijn, waarom en waarvan. De schaal, zo kleinschalig als dat ik het doe, denk ik niet dat er heel veel zijn. En ik denk dat er nog wel koperslagers zijn. Er zijn nog wel dakdekkers die met koper werken. Daar zijn nog wel redelijk wat bedrijven van. Maar de kleinschaligheid, zoals ik, in mijn eentje met een werkplaats waar sierwerk, waar kunstvoorwerpen, kleine schaal gebruiksgoederen nog gemaakt worden en gerepareerd worden. Daar zijn, ik denk niet dat er daar nog heel veel van zijn. Met de platen. Ik kreeg hier plaatmateriaal binnen in koper, messing, zink, aluminium, staal. Het kan van alles zijn, maar mijn voorkeur heeft koper. Het is het mooiste om te bewerken, vind ik. En ook het meest duurzame metaal. Het is ook een zuiver metaal, het is geen legering. Het is ontzettend fijn om mee te werken, duurzaam. Maar goed, ik heb de platen heb ik hier staan en dan ga ik die ga ik op maat knippen. Dan maak ik er een ronde schijf van. En met die ronde schijf daar kan ik op mijn forceerbank kan ik daar allerlei vormen van maken. En die lamp die we net gemaakt hebben, die is eigenlijk uit drie onderdelen. Die zijn uit plaat hebben we die gemaakt. De kap, de greep en de wandplaat, die zijn met die techniek gemaakt. En dan hebben we nog een stuk buis. Die is gebogen. En daarbij solder je nog twee eindsokken op, zeg maar, waar je dan de wandplaat en de fitting in kan monteren. Thank you.
rondschaar hebt, dan ga je met de schijf naar de fausseerbank. En op de fausseerbank dan drijf je de plaat over de mal die je hebt. En daarbij kun je dus met je fausseerstaken, heb je allerlei verschillende vormen, met een scherpe punt, met de platte kant. En met een scherpe punt kun je de plaat drijven. Je zit met een riem vastgesnoerd aan de bank, dus je kan een hefboom maken, waardoor je ontzettend veel kracht beschikt om de plaat te kunnen vervormen in elke gewenste richting. En aan het einde hebben we de plaat met een lepel hebben we hem weer glad gestreken en op maat gesneden. En aan het einde zag je dat ik er een kraal aan maakte met een kraalijzer. Dat is een wieltje waarbij je de plaat zeg maar rechtop laat staan en dan mooi de kraal naar binnen laat lopen, waardoor je meteen die scherpe kant weg is. Ja, alle platen die kun je, oneindige mogelijkheden om platen te vervormen. Je kan, nou heb je één plaat gezien, maar je kan ook twee verschillende onderdelen in elkaar maken, waardoor je weer oneindige mogelijkheden om vormen te creëren. Je zit vast aan de machine omdat je de fausseerstaken in je schot zet, in een leren schot die ik om heb. En hij staat in je buik eigenlijk. En als die riem, als ik vast sta aan de bank, dan ben ik één met de bank. En als ik dan mijn kracht druk op het metaal, dan houdt mij bij de bank. Anders als ik zou drukken, zou ik naar achteren gaan en dan raak ik mijn kracht kwijt. Dus ik kan al mijn kracht zeg maar fixeren op het metaal. Ja, de afstand die blijft gelijk. Wat je eigenlijk doet is dat je speelt met de kracht. Want als je de schijf binnenin wil vervormen, dan heb je veel kracht nodig. En als je dan verder met je gereedschap naar buiten gaat, dan wordt de plaat wat wankel. Dus daar kun je niet aan drukken. En je bent constant bezig met het spelen van de krachten. Waardoor je vooraan hard drukt en achteraan mag je niet te hard drukken. Want dan schiet hij in de plooi of het materiaal kan scheuren. Er kan heel veel misgaan. En naarmate je dat jaar in jaar uit doet, maar veel vaker doet, dan voel je de verschillende curves en hoe metalen vloeien. Daar ontwikkel je een gevoel voor. Nou, in het begin gaat er meer mis dan dat er goed gaat. En mijn vader heeft mij deze techniek geleerd. En ik weet nog goed, toen ik hier pas mee begon, toen was ik... Ik denk nog niet eens 20 jaar dat we bij de bank stonden en dat mijn vader tegenover stond te kijken. En dat ik wel eens dacht van, straks wordt hij kwaad, want er is al zoveel materiaal verspild. Maar hij is nog rustiger dan dat ik ben, zeg maar. En het is toch geduld.
dan zie je aan de linkerkant, dat begint eigenlijk een beetje de geschiedenis van de koperen buitenverlichting. Want de lantaarns van vroeger die waren natuurlijk eerst met kaarsen en later had je de olielantaarns. En ja, hier in de ene hoek hangen nog een aantal olielantaarns en als je dan iets meer naar de zijkant gaat dan zie je een gaslantaarn. En die hebben allemaal hun eigen tijd en een eigen vormgeving van toen. Maar de tijd die verandert, hè, van kaarsen ga je naar olie, van olie was er een tijd van gas en daarna kwam de elektriciteit. En je ziet dan dat die armaturen dat die steeds meer technisch er anders, vanwege de techniek er anders uit gaan zien. Maar ook de periode waarin de mensen toen leefden, er waren andere vormen, andere technieken. En dat gaat eigenlijk, eigenlijk een periode die constant verandert. Als je eigenlijk hier in mijn werkplaats kijkt, dan denk ik dat het opvalt dat er niet echt heel veel machines staan. Wat ik, gebruik ik vrij primitieve gereedschappen. Ik heb hier scharen, hamers, een aanbeeld, een voormachine en wat buigijzers. En ik heb ook een boormachine en een schuurapparaatje en een soldeerbrander. En dat is eigenlijk, ik kan met dat soort gereedschappen kan ik werken en daar kan ik eigenlijk bijna alles mee maken. Ja, misschien wel, is ook wel een beetje de tijd van nu denk ik, dat veel dorpen weinig middenstand hebben of leegstand hoor je veel. En ik denk dat ik dat vroeger ook wel de ambachtsmensen in de dorpen juist voor de leefbaarheid zorgden en voor een beetje reuring in de dorp of in de straten. En dat beeld is, misschien komt het wel weer terug, dat nu de leegstand ook wel weer kansen biedt voor ambachtsmensen. Om weer, om zich weer te vestigen in de kern, in de dorpen. Nu hebben jullie zelf kunnen zien hoe deze mooie lamp ambachtelijk handgemaakt wordt. Deze lampen en nog veel meer dingen. Nu wil ik niet zeggen dat het soms niet nodig is om voor het kleine budget ook eens een keer een lamp voor een tientje of 20 euro in de bouwmarkt te gaan kopen. Maar dit is toch echt iets unieks. Als je dit soort dingen koopt, dan heb je degelijke kwaliteit. En ja, het is voor jou op maat gemaakt. Op ambachtelijke wijze. Dit was de Achterhoekse ondernemer van de maand. Ik hoop dat jullie volgende keer weer gaan kijken. Tot de volgende keer.